Welkom dames en heren op de locatiekeuring vandaag bij Gebroeders Vermanen in Ede. We zijn hier te gast met een mooie locatie, maar met name ook een mooie baan om de paarden goed te kunnen bekijken. En we zijn naast u ook weer heel benieuwd naar de kwaliteit van de paarden. Also the viewers from other countries, abroad, welcome to this keuring. At Ede with the family Vermanen. Hope you enjoy yourself with the horses like we do. Van nummer 1, een paard die het opvalt door zijn lang middenstuk. Goede, voldoende aansluitingen, zou iets meer front mogen maken. Zijn natuurlijke houding is toch enigszins horizontaal en het hoofd zou iets sprekender mogen. Beenwerk is royale hoeven, zou iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen tonen. Stap is ruim, actief en goed door het lichaam. En het draf heeft een mooie houding laten zien met voldoende ruim het voorbeen, ook voldoende snelheid in het achterbeen. En dan zie je ook terug dat het iets lang gelijnd is, met name in het middenstuk, dat het iets meer in verbinding zou mogen lopen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, ster verklaard met een tweede premie en is mede met name te danken aan een goede stap. Nummer 1. Is going up in studbook, star and second premium.
Dan de uitslag van nummer 2. Paard met aansprekend front. Ook een fraai Fries-typisch hoofd. Voldoende halslengte. In de bouw dan mag je toch wel wat geslotener en opwaartser gebouwd zijn. De schoft is wel hoog, maar mag meer doorlopen naar de rug toe. En het kruislegging zou minder hellend mogen zijn. Beenwerk is voldoende kwaliteit. Zou iets minder gehoekt mogen in het achterbeen. In de beweging, ja, ook in stap, is hij toch wel wat kwetsbaar. Zou iets meer de regelmaat mogen tonen. En ook in de draf heeft ze wel houding laten zien met een mooi, voldoende ruim het voorbeen. En ook daar missen we toch de enige coördinatie en de kracht vanuit de achterhand. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Number 2 is going up in the stubbook without premium.
Nou, ik zal even proberen. Dan de uitslag van nummer 4. Een paard wat een mooi sprekend hoofd heeft, mooie lange hals ook en daarmee ruim voldoende in het rastype staat. Bouw kan het correcten, met name de bovenlijn zou meer sterker mogen en ook het kruisligging zou minder hellend mogen zijn. Heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk, het kan iets minder gehoekt zijn in het achterbeen. Stap is kwetsbaar. Kan wat ruimer, maar met name resoluter vanuit het achterbeen. En in draf heeft hij zich prima opgewaardeerd. Hele mooie houding, mooi ruimend voorbeen, heel krachtig en snel achterbeen. En drukt ook het schoft omhoog. Daar heeft hij ook een hoog cijfer voor gekregen. In totaliteit vonden wij de stamboek Mary met een derde premie. En dat ligt opgesloten in zijn manier van stappen. En de bouw. En de premie heeft hij verdiend door zijn hele goede draf. Nummer 4 is going up in het stepboek met de third premium. Dan de uitslag van nummer 6. Een paard dat heel goed gebouwd is. Mooie verhoudingen, goede aansluitingen. Zou iets rastypischer mogen en dat kan mede dat het hoofd wat sprekender kan. Hard en mooi fijn beenwerk. Correct. Stap is voldoende ruim. Met voldoende afdruk. Zou iets meer door het lichaam mogen stappen, maar wel ruim voldoende. Draf is een mooie houding laten zien met mooi ruimend voorbeen. Ook bij dit bij de draf zou dit paard iets meer vanuit het kracht vanuit het achterhand wat meer tot dragen
kunnen komen. Dit paard werd opgenomen in het stamboek met ster met een tweede premie. En voor een eerste premie, ja, dan hadden we toch met name in de draf wat meer gedragenheid en meer kracht willen zien. Nummer 6 is going up in het stamboek, star with the second premium. Dan de uitslag van nummer 7. Een paard wat ruim voldoende in het rasttype staat. Mede door zijn mooie lange hals. Voldoende verticaal geplaatst. Sterke bovenlijn. Kruis mag iets minder hellend zijn. Voldoende correctheid in het beenwerk. Zou iets meer kwaliteit in het achterbeen, met name linksachter, kunnen tonen. Stap is voldoende ruim. Blijft toch iets kwetsbaar, zou iets meer veer en iets meer door het lichaam mogen stappen. En draf heeft een hele mooie techniek laten zien met een goed snel achterbeen, ruim voldoende souplesse en ook heel ruim bewegend met een mooi zweepmoment. Mede door het draf wordt vandaag stamboekster met een tweede premie. Nummer 7 is going up in het stadboek. Star with the second premium.
Nummer 8. Nummer 8 is een ruim voldoende rastypisch paard. Mooie halsplaatsing en ook mooie zwarte kleuren. Een ruim behang voor een driejarige. De bouw, wel een mooi schuin schouder. Zou wat geslotener in het middenstuk. Kan wat opwaaster ook in zijn bouw mogen. We missen toch met name de correctheid in het voorbeen. De stap is ruim en actief, met ruim voldoende door het lichaam. Draf heeft u wel houding laten zien met een voldoende ruim het voorbeen. Maar dit paard zou meer in balans mogen draven en het achterbeen duidelijk wat met meer snelheid onder de massa mogen plaatsen. We nemen dit paard op in het stamboek met een derde premie. En voor hogere premiering dan is de correctheid, met name in het voorbeen, zit dit paard in de weg. Nummer 8 is going up in het studbook with a 3rd premium. Uitslag van nummer 9. Hele massale merrie. Goed gebouwd. Mooie lange hals. Komt iets diep uit de borst. Maar met training rekenen we erop dat die bovenbespiering wel komt. Voldoende aansluiting in de bouw. Ruim voldoende. Kruis zou iets minder hellend mogen zijn, maar heeft wel lengte. Stap is ruim en krachtig. Mooi door het lichaam en het draf. Heel veel houding laten zien. Heel veel ruimte en een mooi zweefmoment. Makkelijke manier van lopen. Mede door de beweging. Stamboekster met een 2e premie. Ja, ik laat de mensen wel eens even schrikken. Nummer 9 is going up in the studbook. Star is 1st premium.
Dan de uitslag van nummer 10. Het is een iets compacte merrie die de lange lijnen enigszins mist. Het is wel een klein hoofd, zou iets sprekender mogen. Halsstand is voldoende, maar is iets zwaar bespierd. Rug kan iets sterker. Voldoende kwaliteit en correctheid in het beenwerk. Stap is, kan wat meer afdrukken en zou ook wat resoluter mogen doortreden. Wel takzuiver. Draf heeft hij krachtige snelheid in het achterbeen laten zien. Met voldoende houding mag wat meer schoudervrijheid tonen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dan zou het toch iets voor een hogere premiering, zou het correcter in de bouw mogen. Nummer 10 is going up in het stadboek with the third premium. Dan de uitslag van nummer 3. Een paard dat opvalt door zijn goede verticale hals. Mooie lange hals. Helder oog. Het hoofd kan iets sprekender, maar heel mooi sprekend oog er wel in. Heel mooie schuin schouderligging. Sterke bovenlijn.
goede aansluitingen. Beenwerk is kwaliteitsvol. Zou we iets correcter in het voorbeen mogen. Stap is voldoende ruim, maar kan iets meer resoluter het achterbeen naar het voorbeen brengen. Stap is, of draf is een mooie houding. Ruim het voorbeen. Voldoende snelheid in het achterbeen, maar we zouden het achterbeen wat meer onder de massa geplaatst willen zien. En wat meer souplesse, wat meer door het lichaam draven. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Hij heeft met name verdiend door zijn rasuitstraling en een hele goede bouw in de beweging. Dan zouden we toch wat sterker in het achterbeen mogen voor een eerste premie. Nummer 3 is... Number 3 is going up in the stud book, Star with the second premium. Uitslag van nummer 11. Nummer 11 aansprekend in zijn type. Mooi front, mooi lange hals. Voldoende schouderligging, voldoende bovenlijn. Zou iets minder hellend in het kruis mogen, maar wel de lengte in het kruis. Ook horizontaal in zijn romprichting, mede door zijn mooi lang voorbeen. Het beenwerk, met name in het voorbeen, kan correcter. Stap is takzuiver, ruimte. Zou iets krachtiger en resoluter mogen. Draf heeft die mooie houding laten zien. Ook mooi ruimend in het voorbeen. Met voldoende kracht in het achterbeen. Zou iets sneller onder de massa geplaatst mogen worden. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie.
voor een hogere primering, ja, dan zouden we toch iets correcter, met name in het voorbeen, willen zien. Number 11 is going up in the studbook. Star is the second premium. Uitslag van nummer 12, een paard dat sterk gebouwd is, met een goede verhouding, goede aansluitingen, mag ietsjes rastypischer, met name ook in het hoofd kan ietsjes sprekender. Heeft wel de kwaliteit in het beenwerk, maar kan met name in het achterbeen correcter, met name in de hoek van het spronggewricht. Stap is takzuiver, ruim en krachtig. Draf heeft hij ook een tak laten zien met een mooie manier van draven, goed in balans. Het achterbeen zou wat meer onder de massa geplaatst mogen worden. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek een ster met een tweede premie. En dat heeft met name verdiend door zijn goede bouw en zijn uitstekende stap. Nummer 12 is going up in het studbook. Star with the second premium.
Uitslag van nummer 13. Aansprekende Mary met een aansprekende voorhand. Mooie lichte hoofd-hals aansluiting. Ook een mooi geplaatste hals. Het hoofd kan ietsje sprekender. Goede bovenlijn. Goede aansluitingen. Beenwerk is voldoende kwaliteit. Zou ietsjes royaler in de hoeven mogen. Stap, ja, het kan wat ruimer. En mist toch wel wat kracht en resoluut. Draf heeft hij opgewaardeerd. Mooie, hele goede manier van draven. Mooi krachtig achterbeen. Vouwt het achterbeen ook met ruim voldoende snelheid onder de massa. En mede door die draf wordt het vandaag stamboekster met een tweede premie. Nummer 13 is going up in het stadboek with the second premium. Ik kan wel. Dan de uitslag van nummer 14. Paard dat zou ietsje rastypischer mogen. Heeft wel een mooie lange hals, maar het hoofd kan wat sprekender.
wel een mooi schuin schouder. Maar het zou wat geslotener en wat sterker in het middenstuk mogen. Heeft de Royaal ontwikkelde hoeven wel ruim voldoende kwaliteit. Zou iets minder gehoekt mogen zijn. Stap is ruim, takzuiver, goed door het lichaam. Draf is de houding laten zien. Maar we missen toch wel wat kracht en snelheid in het achterbeen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en krijgt een derde premie. En die derde premie heeft hij met name verdiend door zijn hele goede stap. Nummer 14 is going up in het stadboek. Dit is een third premium. Dan de uitslag van nummer 15. Het is een aansprekend in zijn type. Mooie verticale halsplaatsing. Zou iets langer mogen. Sterke bovenbouw. Goede aansluitingen. Correct beenwerk. En ook kwaliteitsvol. Stap is
ruim voldoende ruim. En zou iets resoluter mogen. Draf heeft hij mooi schakelend vermogen laten zien. Met souplesse. Heel veel activiteit in het achterbeen. En vouwt het achterbeen royaal onder de massa. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek Ster met een eerste premie. Nummer 15 is going up in het stadboek Star with the first premium. Uitslag van nummer 16. Het is een royaal, enigszins vroegrijp paard, maar royaal gebouwd. Lange verticale hals. Het hoofd is ook iets lang, maar we vinden dat wel passend bij dit paard. Het middenstuk kan duidelijk wat sterker. En het kruis mag iets minder hellend zijn. Ook het beenwerk zou wat meer kwaliteit willen zien. Stap is... voldoende ruim, maar mag wat met meer afdruk stappen. Draf heeft hij een makkelijke manier van draven met voldoende souplesse. Blijft iets traag in het achterbeen, zou iets meer snelheid in het achterbeen mogen tonen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, krijgt een derde premie. En het heeft met name verdiend door zijn rasuitstraling en zijn draf. Number 16 is going up in its stud book. It's a third premium.
nummer 17. Het is een aansprekend type. Mooi langgelijnd paard. Paard met een fraaie voorhand. Voldoende schouderlegging. Iets lang in het middenstuk. En we waren daarmee benieuwd of hij dat ook kon gebruiken in zijn manier van bewegen. We missen toch wel wat correctheid in het beenwerk. Stap is wel ruimte, maar is niet altijd taktzuiver. En in het draf mist hij met name de balans en de takt. Dit paard wordt vandaag mede door de beweging vandaag niet opgenomen in het stamboek. Nummer 17 is not going up in het stadboek. Nummer 18. 8-jarige Mary heeft ruim voldoende rasuitdrukking. Wel een mooie verticale hals. Bouw zou wat sterker in het middenstuk mogen. Weliswaar 8 jaar, maar mag toch iets meer duurzaamheid in zijn bouw laten zien. En ook wat opwaartser in zijn bouw. De stap is wel ruimte, maar mist met name de takzuiverheid. En draf heeft hij mooie manier van draven laten zien. Ruimte en souplesse met voldoende gebruik van het achterbeen. Maar mede door het niet correct zijn van het beenwerk. En toch het missen van de takzuiverheid in de stap. Wordt het vandaag niet geprimeerd. Nummer 18. No premium today.
Uitslag van nummer 19. Het is een royale zesjarige Mary met een aansprekende voorhand. Mooie verticale halsplaatsing, voldoende lengte ook. Middenstuk zou ietsje sterker mogen en het kruisligging zou minder hellend mogen zijn. Ook iets langer in zijn lengte. Heeft royale hoeven, maar we missen toch wel wat kwaliteit in het beenwerk. En zou ook correcter in het achterbeen mogen. Stap is ruim, met een goede takt, zuiverheid. Draf heeft ruimte laten zien met de houding. Voldoende kracht, zou iets meer souplesse mogen tonen, meer lichaamsgebruik mogen tonen. Dit paard krijgt vandaag geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Dan missen we toch met name de kwaliteit in het beenwerk. Nummer 19. No invitation for a second round. Nummer 20, uitslag van nummer 20. Het is een aansprekend deze type. Mooie rasuitstraling, komt ook mede door zijn vele behang. En een mooi sprekend klein hoofdje, zien we graag. Bouw zou ietsjes bespierder mogen. En het kruis wat minder hellend, blijft ook iets neerwaarts in zijn bouw. Beenwerk is voldoende kwaliteit. En ook voldoende correctheid. Stap is ruim en takmatig.
Draf heeft een mooie houding laten zien met een goed krachtig achterbeen. Ruimte met heel veel souplesse. Mede door de draf krijgt hij een eerste premie. En wordt uitgenodigd voor een tweede beoordeling. Nummer 20 becomes a first premium as invited for a second view. Uitslag van nummer 21. Een rastypische merrie. Mooi sprekend hoofd. Ruim voldoende lengte ook in de hals. Bouw is goed gesloten. Goede aansluitingen. Kruis mag iets minder hellend. Ja, het beenwerk missen we toch de kwaliteit. Met name in het achterbeen. Stap is ruim. Takmatig en krachtig. En in draf blijft hij toch wat vlak in zijn manier van draven. En mist hij toch ook wel wat tact en balans in de draf. Dit paard krijgt geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Nummer 21. No invitation for a second view.
Dan uitslag van nummer 22, de 7-jarige Mary. Aansprekend in zijn voorhand, heel mooi sprekend hoofd, mooie lange hals. Mooie, ook een mooie lichte aansluiting en hoofd-hals. Voldoende schouderlegging. De schoft heeft wel voldoende ontwikkeld, maar zou wat meer door mogen lopen naar de rug. En daarmee ook de rug wat sterker maken. Blijft wat lang in het middenstuk. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, maar kan het iets correcter. Stap is voldoende ruim, maar mag met name het achterbeen meer aansluiten naar het voorbeen. Draf heeft een mooie houding laten zien, heel ruimend in het voorbeen. Erg actief in het achterbeen. Komt wel van de vloer, maar dat achterbeen zou met meer gedragenheid onder de massa mogen brengen. Dit paard, mede door zijn stap en correctheid in het benen, krijgt geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Nummer 22, no invitation for the second view. Vrij nauw, hè? Dat is vrij nauw, hè?
Uitslag van nummer 23. Een paard met ruim voldoende rasuitdrukking. Mooi sprekend hoofd. Mooi lange hals. Komt iets diep uit de borst, maar wel mooie lengte. Goede lengte. Zou wat geslotener in zijn bovenlijn mogen. Het gehele paard zou ook iets meer langer gelijnd mogen zijn. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Het voorbeen kan iets correcter. Stap is voldoende ruim. Zou iets meer afdruk kunnen tonen. In draf heeft een mooie houding laten zien. Een ruimend voorbeen met voldoende snelheid in het achterbeen. We kunnen ook de cijfers van de IBOP overnemen. 7, 7,5 voor de stap en de draf. Maar dat compenseert onvoldoende, met name de bouw, om voor een tweede bezichting in aanmerking te kunnen komen. Nummer 23, no invitation for the second round. Uitslag van nummer 24, de 8-jarige Norbert Merrie. Een merrie met aansprekend in zijn voorhand. En daarmee ruim voldoende rasuitdrukking. Wel correct gebouwd, maar mist toch de lang gelijndheid in de bouw. Beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Deze merrie heeft laten zien dat het dus een kroonmerrie is. Met name in de beweging, ruim en krachtig. Goede techniek van draven met ruimte en een goede houding. Krijgt geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Want dan zou je duidelijk langer gelijnd mogen zijn. En wat moderner in zijn opdruk.
Uitslag van nummer 25. 7-jarige Mary heeft een ruim voldoende rasuitdrukking. Hoofd kan ietsje spreken, maar wel voldoende lengte in de hals en goed verticaal geplaatst. Voldoende schouderligging. Royale hoeven, voldoende kwaliteit. Stap is ruim. En ruim voldoende krachtig. Draf heeft een mooi krachtig achterbeen laten zien met heel veel houding. Souplesse, goede manier van draven, mooi in balans. En mede door zijn manier van beweging krijgt hij een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Nummer 25 is invited for the second view. Dan de uitslag van nummer 9. Hoogbenig, langgelijnd paard. Goede aansluitingen in zijn bouw. Ruime stap. Draf. Mooi achterbeengebruik. Goed achterbeengebruik. Draaf makkelijk met souplesse. Mede door zijn manier van bewegen en zijn langgelijndheid wordt hij voorlopig kroonverklaard.
En dan de uitslag van nummer 15. Mary is heel goed gebouwd, goede aansluitingen, mooi in verhoudingen. Ruim voldoende ook in zijn rasuitdrukking. Kwaliteitsvol beenwerk. Stap is ruim. Zou iets meer afdruk mogen tonen. Maar zijn manier van draven, dat spreekt ons weer aan. Het is een makkelijke manier van draven. Met souplesse en schakelend vermogen. Valt ook op dat deze merrie ook heel weinig ondersteuning behoeft om te kunnen draven. En maken dit merrie plezier, met plezier voorlopig kroon. Nummer 15 is declared professional crown today. Uitslag van nummer 20. Het is een merrie, toont weer heel veel rasuitdrukking. Zou iets langer gelijnd en ook iets sterker in het middenstuk mogen zijn. Stap makkelijk en een draf heeft een mooi actief achterbeen. Ruimte laten zien. Ik moet even vooraf zeggen, voor de eerste premie. Dan kan de beweging compenseren voor het exterieurcijfers. Voor eventuele kroonverklaring gaat het niet meer op. Met andere woorden, de beweging kan het exterieurcijfers niet compenseren voor de eventuele kroonverklaring. En dat geldt ook voor eventuele niet toereikende exterieurcijfers. Dan zou het nog zijn dat de IBOP-uitslag nog compenserend zou kunnen werken. Dan moet hij minimaal een triple E hebben behaald. Met andere woorden, 82 of meer. Nou, in dit geval moeten we constateren dat hij 77 punten heeft behaald. De stap- en drafcijfers zijn niet compenserend. En de cijfers voor beweging aan de hand
kan ook niet compenserend werken voor het exterieur. En we vinden deze merrie niet kroonwaardig vanwege, met name in de bouw, dat hij daar eigenlijk voor een kroonmerrie tekort schiet. Maar wel, inderdaad, de beweging is compenserend geweest voor de eerste premie en daar heeft hij de eerste premie mee verdiend. Ja, het is een lange toelichting, maar ik moet het wel even duidelijk maken. En dan de uitslag van nummer 25. Nou ja, in principe kan ik hetzelfde verhaal houden, maar dat heeft u wel onthouden. Compensatie wel of niet. En triple E, ja of nee, wel of geen compensatie. Ja, en aan de andere kant is het natuurlijk zo dat voor de modelverklaring, ja, dat is het hoogste predicaat bij het stamboek. Dus er worden extra eisen gesteld aan de exterieurkenmerken, rasbouw en beenwerk. En ja, dan moeten we helaas constateren dat hij in de exterieurkenmerken toch iets tekort schiet. Met name in bouw, ook in het afloop van het voorbeen, om voor het modelpredicaat in aanmerking te komen. Maar zijn manier van bewegen, dat is toch weer genieten. Een makkelijke manier van draven. Dus het is een volwaardige kroonmerrie, zeker in beweging. Nou, dit is het einde van deze keuring. Bedankt voor uw aanwezigheid en ik moet de voorbrengers complimenteren
met de wijze van rustige manier van voorbrengen. En ook de aanvoer. Familie Vermanen met alle helpers. Keurig gedaan, vlotte manier van keuren. Was vandaag ook wel nodig, maar het was prima. Prima voor elkaar. Goede baan om ook in te keuren. En we hebben hier met plezier gestaan vanaf 8 uur. Ja, een applausje is op zijn plaats. Zeker voor de voorbrengers. Nou, en voor de volgende keuring zien we u graag weer of aanwezig of voor het scherm. Tot de volgende keer. Keuring. I hope, we hope, Peter and I, that you have enjoyed yourself with the horses and you see you on the next keuring.